En het Nationaal Archief Suriname heeft gisteravond de lezing Het Witte Archief onder vuur georganiseerd. Met deze lezing heeft de inleider professor Charles Jurgens van de Universiteit van Amsterdam een kritische benadering gegeven van een ongemakkelijke geschiedenis. Hiermee wordt bedoeld de archiefcollecties die in musea zijn in onder andere Europa en Noord-Amerika en waarvan de plek van herkomst niet duidelijk is. Ook is er veel discussie over wat de musea vertellen over deze collecties. Professor Jurgens benadrukt dat archief meer is dan documenten die bronnen vormen voor historisch onderzoek. De witte culturele instellingen, het witte culturele geheugen om die metafoor dan nog maar even te gebruiken, ligt in toenemende mate onder vuur. Zo breekt bij een groeiend aantal musea het besef door dat het verhaal dat over het verleden wordt verteld vaak gebaseerd is op selectieve aandacht voor de hoogtepunten uit het verleden. En met een soort misplaatste trots over dat verleden. Margriet Schavenmaker, zij is artistiek directeur van het historische Amsterdam Museum, die vindt bijvoorbeeld dat er veel aandacht is voor de verhalen van, over de rijkdom van de stad Amsterdam. Terwijl verhalen over armoede, de positie van de vrouw, of kolonialisme grotendeels ontbreken. En het is voor het Amsterdam Museum bijvoorbeeld meteen een van de redenen om het predicaat gouden van de Gouden Eeuw te snijden, van de 17e eeuw te snijden. Dit besluit van het Amsterdam Museum om die 17e eeuw niet langer als Gouden Eeuw aan te merken viel niet bij iedereen in goede aarde. En zorgde behalve voor steunbetuigingen ook voor heel veel negatieve reacties. Verder zegt professor Jurgens dat musea werken aan het decoloniseren van archieven. Hij geeft aan dat er ook musea zijn die zich neutraal opstellen. Dat is echter een probleem voor landen die gekoloniseerd zijn geweest. Santens concludeert dan ook dat archieven die zich beroepen op neutraliteit en zich daarmee opstellen als een passief doorgeefluik van het verleden naar het heden, dat ze zich daarmee schuldig maken aan het in stand houden en het ondersteunen van onderdrukkende structuren en een onderdrukkend narratief. Is dit verschuilen achter die muur van onschuld een attitude die ook van toepassing is op de Nederlandse situatie? Of is de betrekkelijke stilte in Nederland het gevolg van een onvergelijkbare context met de landen waar die stilte wel doorbroken wordt? Want het is waar, het thema decoloniseren van archieven wordt vooral geagendeerd door landen als bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Afrika. Het zijn allemaal gebieden die gekoloniseerd zijn. Professor Charles Jurgens, hij is gisteravond de inleider geweest van de lezing Het Witte Archief onder vuur, welke gehouden is in de vergaderzaal van het Nationaal Archief Suriname.